om het leiderschap los. We hebben het zelf gedaan, we hebben rond te veel macht gegeven. Sommigen zijn veilig, anderen niet. Je weet, als wij niks aan iemand hebben, dan stemmen we hem eruit. Plannen worden gesmeed. Kijk, als jullie mijn teamcaptain maken en jullie zeggen met z'n allen Ron moet naar huis, dan stuur ik Ron naar huis. Jezus, dat zijn jullie eikels. En de bom explodes. En in de race gaat het helemaal mis. Atlas, een slopende tocht dwars door overweldigend Marokko. In het spoor van een eeuwenoude handelsroute reizen 12 BN'ers vanuit het diepe zuiden over het Atlasgebergte naar hun eindbestemming Marrakesh. In de aflevering spelen de teams een spel. En alleen het team dat dit spel wint, krijgt extra info over de route van de volgende dag. En die route moeten ze zo snel mogelijk afleggen. Te voet, te paard en per kameel. Kwestie van minuten! Daar moeten die kamelen op schieten! Want het team dat deze route het snelst aflegt, krijgt een finale kaart. En deze finale kaart is een stukje van de plattegrond van Marrakesh. En hoe meer kaarten je hebt, hoe groter je kans is op de overwinning. Vorige week verloor team Daryl de klimopdracht en daarmee ging de informatie over de race naar team Ron. Die wist de voorsprong vast te houden en ze wonnen de race. En daarmee hun tweede finale kaart. En nu liggen ze nog maar één finale kaart achter op team Daryl. En voor het eerst moesten de karavaanleiders mensen naar huis sturen. Daryl liet Inge gaan en Ron stuurde Mariana naar huis. De helft van hun reis naar Marrakesh. En de afvalrace is begonnen. Er zijn voor het eerst twee mensen naar huis gestuurd. Die gaan dus niet meer lopend het Atlasgebergte over, maar die zijn meteen met het vliegtuig terug naar Nederland. En voor de teams hier is het eigenlijk steeds duidelijker geworden hoe belangrijk die rol van karavaanleider is. Karavaanleider Ron bijvoorbeeld, die speelt het spel heel erg sluw. Stuurde zijn eigen grootste concurrente Mariana naar huis. Maar ik vraag me een beetje af of zijn team hem zijn leiderschap nog wel zal blijven gunnen. Team Daryl stuurde Inge naar huis. Alles is daar democratisch besloten. Maar het zal mij niks verbazen als er daar iemand op staat om Daryl van zijn troon te stoten. De teams zijn aangekomen in de vallei van Tisqui. En vorige week kregen beide teams er onverwacht een teamlid bij. Enigste man, we hebben een teamlid, strijders. Op de zijweg stond een Marokkaanse vakman die ze gaat helpen bij de opdracht van vandaag. Zo. Teamlid aan, hij moet ook ontbijten. Ik heb er zin in blijkbaar, dus ik ben heel blij. Met mijn mankracht erbij, hè. Ik denk dat we dat wel even kunnen gebruiken. Waar hebben we hem eigenlijk voor nodig? Weet jij dat? Ja, heb je dat gezegd? Ik heb het gevraagd, zegt hij, inshallah. En wat betekent dat? Als God het wil. Als God het wil. Inshallah, zeg maar, komt goed, komt goed. Het is een hele aardige man. En ik hoop ook van harte dat hij ons echt goed gaat helpen bij het spel. Want ik wil gewoon echt winnen. Ik baal ervan, dat verliezen nu. Ja, want vorige week won team Ron de race. Maar in het team blijft het rommelen. Want het wordt steeds duidelijker dat het twee kampen zijn. Waarbij Imke en Mimoen alleen zijn komen te staan. Johnny en Ronnie. Wil er iemand thee van jullie? Ga je nou ineens thee zetten, je voelt? Ik zet thee voor iedereen. Er is wel een soort scheiding. Mimoen en Imke zijn bang dat wij een front vormen. En Ron en ik, ja, we kunnen er niet onderuit dat we elkaar graag mogen. En ja, nou, dat is nou helemaal zo. Heerlijk hoor. Zo jongens. Vriendschapsproost. Oh, ik ook. Heel goed, ja. Goed hoor. Dat kan je toch goed liegen, zeg. Met z'n vieren naar Marrakesh. Met vijven naar Marrakesh. We hebben Ron als teamleider. En hij, Sean en Robert hebben in mijn ogen een pact gesloten dat ze voor elkaar zullen vechten. Dus of Imke of ik
zullen gaan sneuvelen. Ik maak er geen geheim van dat Johnny, ja, dat vind ik gewoon, dat is mijn vriend. En ik hoop echt dat Johnny heel ver komt. Ik ben in staat om mijn plek op te geven voor Johnny als het moet. Ron is nu karavaanleider en vorige week stuurde hij zijn grootste concurrent Marianne naar huis. En daarom stuur ik Marianne nu naar huis. Je stuurt Marianne naar huis? Ja. We hebben het zelf gedaan, we hebben Ron te veel macht gegeven. Jij hebt Ron te veel macht gegeven? Nee, wij. Wij? Ja, absoluut. Ik wilde Marianne, jij ging er niet in mee. Kijk, want als hij mag kiezen, dan zijn of jij of ik er de volgende ronde uit. Ja, natuurlijk. Robert heeft een hekel aan mij, dus die gaat het niet. Die kunnen we niet overhalen, want we moeten één iemand tot het andere team. Weet je? Kans op wereldvrede is groter dan dat zij elkaar eruit gaan stemmen. Je weet dat we strategisch achterstaan, omdat zij een 3-eenheid vormen en wij niet. Ja, ik zou gewoon het liefst de leider willen worden, maar niemand pikt dat van mij. En ik weet dat ik het niet kan, maar ik wil gewoon niet dat Ron het is. Ik wil niet dat ik wil het gewoon zijn. Als Imke de leiding zou pakken, dan is het Hek van de Dam. Ja, dan Imke. Denkt alleen aan Imke. Mimoen denkt alleen aan Mimoen. Ja. Dan zijn we aan de ratten overgeleverd. Imke stelt zich voor als de leidster. Nou, ik denk niet dat gaat gebeuren. Wat de fuck is dat toch met Johnny? Everybody loves Johnny. Is de staat van dienst als celebrity of zo? Wat zoekt Robert in godsnaam bij die oude lullen, hè? Wat heeft hij daar te zoeken? We kunnen ook gewoon jong tegen oud doen. We kunnen ook gewoon Johnny en Ronnie buitenspel zetten. Of even afzetten bij het oudere tehuis, waar ze thuis horen. Maar hoe verdeeld team Ron ook is, ze zullen wel moeten samenwerken bij het spel van vandaag. Want wie hier wint, krijgt belangrijke strategische informatie over de route van morgen. Zit de spirit er nog een beetje in? Ja hoor. Ja. De volgende opdracht is fysiek. Niet zo heel zwaar, dus in die zin is het relaxed. Maar het gaat heel erg om een goede samenwerking. En om het goed gebruiken van je grijze massa, een goede strategie bepalen. Dat gaan jullie doen, de karavaanleiders. Daryl, Ron, jullie doen niet mee met het spel, maar jullie gaan wel aanwijzingen geven. Ja, dan is het eventjes slikken, ja, van shit. Nu ligt het echt alleen aan de vier dames. Hoe gaan we dat oplossen? Jullie gaan een muurtje bouwen. Allebei de teams. En jullie gaan een muur bouwen hier voor deze meneer. Die woont hier, die is gehandicapt. Die heeft hier een steegje. En daar wil hij eigenlijk zijn vee installen. Maar dat vee dat loopt weg, dus wat heeft hij nodig? Twee muurtjes. Dan hebben jullie allebei een metselaar bij jullie. Die gaat jullie helpen voor elk team één. Jullie krijgen 2 uur de tijd. En het team dat het beste muurtje neerzet, dat wint. Simple as that. Ja? Doe je best. Hey dames, ik zou jullie graag willen helpen, maar ik moet zelf even kijken hoe het alles werkt. Want ik heb hier helemaal geen verstand van. Het gaat er in deze opdracht dus vooral om hoe de karavaanleiders hun team weten te motiveren. Eerst moet er met houten planken een mal worden gemaakt. Heel goed, gaat goed. Gaat niet op tijd. Het gaat om de mal maken en een zo stevig mogelijk muurtje. Nog meer. Alle tijd, gaat goed. Draai hem om. Ik heb me geen moment druk gemaakt om dat vlotmuurtje. Gaat goed, hè? Zou me een worst wezen, want ik kan toch niks doen. Ik kan alleen maar zeggen, hup, hup, gaat goed. Jongens, mooi, we liggen voor, wie wil wat water? En verder doen ze toch wat ze zelf willen. Misschien kunnen we even teamleader wisselen voor een paar minuten. Kan eentje nog helpen met stenen ook? Ja, ik ben hier aan het kijken. Wat moet... Iris, kan jij ook helpen met stenen alsjeblieft? Huppakee, steentjes, dames, steentjes. Ik kan niet meer doen dan mijn best, ik kan ze aanmoedigen. Ik kon alleen maar zeggen, kom op dames. Al snel wordt duidelijk dat Marianne met haar kennis van de taal van grotere waarde is dan Daryl. Water! Rijden maar. Oké, en modder, en modder. Gaan we modder. Ja, Daryl, die... Ja. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Hé, hey, ma! Hé! Wacht. Jelle. Oh, mijn ex-vriendjes! Er is hier duidelijk een flinke portie girl power aan het werk. Dat is kapot! Oh, die... Lekker. Daryl kan roepen wat hij wil, maar uiteindelijk trekken wij vrouwen toch ons eigen plan. Misschien hebben we die Daryl helemaal niet nodig.
Zijn daar vier dames, jongens, die zijn helemaal gesloopt. En bij team Ron heeft Johnny van karavaanleider Ron even pauze gekregen. Nou, Johnny had last van een soort van ongemakje. Die zei dat er iets in zijn oog zat. Maar ja, Johnny weet toch wel dat hij veilig is. Johnny weet dat hij de finale gaat halen. Waarom zou hij zijn best doen? Johnny, kan je weer? Ik heb zand in mijn oog. We gaan even dit recht maken. Bij team Daryl zijn de dames al zover dat de mal eraf kan. Op een gegeven moment moet die mal er vanaf. Kijk, het eerste stukje staat, dames. Kijk eens. Lekker hoor. Het weg. Ho, 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 help. Andere. Hij gaat hier kapot. En hij stort in. En niet een beetje, hij brokkelt gewoon helemaal af. Oh, pas op. Hij gaat kapot. Nee. Arara. Jongen, maar onze muur gaat hier naar de kloten, man. Shit, jongens, wat is dit nou? En ik ga, ja, dan geef je de moed wel een beetje op, ja. Ja, goed geprobeerd dan, hè. We gaan je misschien doen, hè. Dit kon Mziana. Gaat het kon zoenen, Shinno. Nou, ja, oké, we gaan opnieuw. En weer neemt Mariam het voortouw. Ze hebben nog een half uur de tijd, dus alles is nog mogelijk. We kunnen nog steeds winnen. We hebben hier al die fucking modder heen gesleept. Nou ja, ik denk, laten we ervoor gaan en we kunnen nog steeds het mooiste muurtje hebben. Misschien is het wel niet het hoogste muurtje, maar het kan zeker het mooiste muurtje zijn. Het lijkt de Berlijnse muur wel bij jullie op! Dank je, Robert! Gatenkast! Bij team Ron lijkt alles voorlopig nog goed te gaan. Alleen nog aan deze kant stenen, dan zijn we klaar. Nou jongens, het ziet er best redelijk uit hoor. Het ziet er goed uit. Oh, ik hou vast. En op een gegeven moment halen we die planken weg en stort gewoon één kant van die muur ook gewoon helemaal in. Shit. Moeten wij dan ook helemaal opnieuw beginnen? Oh, het geeft niet, jongens, het geeft niet. Dat muurtje dat komt alweer hoger, hoor. Gatenkaas! Gatenkaas! Toen begon ik te denken, oh ja, maar misschien gaan we nog wel winnen. We can do it! Ja, maar jullie hebben de Friese stamper. We hebben nog 10 minuten was het. Ik denk, ja, die man moet af. Rustig, alsjeblieft. Ik ben rustig, maar hij moet af. Nee, maar het komt goed. Vertrouw op hem. Chill. Hoe leuk is het als vier meiden gewoon van vier oude kerels die opdracht winnen. Dat zou ik echt super leuk vinden. Ja, we gaan nu dit stevig maken dat dit niet meer gaat vallen. En het enige wat ik nog kan bedenken is schotten weg. En gewoon met de hand die muur stevig maken en hoger maken, zodat we het hoogste muurtje hebben. Ja. We gaan hem langzaam hoger maken. Ik zou doorwerken tot het einde. Jongens, maak je niet druk, hè. Bij hun moet de mal er nog af en dan stort hij vanzelf in elkaar. Nou, dat lijkt best mee te vallen. Beide teams hebben nog een paar minuten. Laat hij alles doen. Zeg hem rustig. Sapi. Ja, het is een best oké muurtje. Hij is mooi. En die schotten gaan omhoog en er staat echt een soort van vinkenveen Finex muurtje staat er midden in dat steegje wat helemaal perfect eruit ziet. Ah, Daryl. Hij is wel mooi vierkant. Het is een kwestie van opnieuw doen en perfectie. Perfectie, hè. Ik zag het. Hij staat prachtig, vierkant. Helemaal mooi. En een paar meters verderop zien we tegenpartij. Ik weet niet wat voor historisch muurtje dat was. Maar dat ziet echt niet uit. Jongens, tijd is gestopt. Hey, hartstikke goed gedaan. Ja. We gaan het even opmeten. The moment of truth is here. Deze is qua hoogte 88. En qua stijl is dit meer de nieuwe bouwstijl, zou ik zeggen. En die aan de overkant ziet er wat... Traditioneel Marokkaan. Dat bedoel ik dus. 1,36 meter. Ach jongens, jullie zijn zo fanatiek, ben bijna bang. 84. Dat is dus iets lager, maar wat vindt de vakjury? Dan hebben we Madani. You can choose. Which one? Sassi bien. That one? Hij gaat voor de Finex stilo. En daarmee wint team Daryl de belangrijke informatie over de etappe van morgen. Nu snap je waarom Marokkanen zo graag naar Nederland willen. Ze houden van Finex. Ja, het is echt zo goed gevoel om van die mannen te winnen met vier meiden. Een supermooi muurtje en dat muurtje van hun zag er gewoon echt niet uit. Girl power. Goed hoor. Dat gedacht. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Jullie hebben gewonnen deze game en daarmee belangrijke informatie voor de race van morgen verdiend. Ik heb één laatste ding. Zoals jullie gemerkt hebben, heeft de karavaanleider eigenlijk heel veel te zeggen. Hè? Mochten jullie nou een andere karavaanleider willen,
wel niet willen switchen, daarover willen hebben, willen jullie dat dan vanavond doen? Als er iemand nieuws is, wil ik dat morgen horen. Ja? Oké. Okay. Teams keren terug naar hun kamp. En de vrouwen van Team Daryl zijn nog vol van het spel. Ja. Ging goed, hè, vandaag? Ja, ik ben zo trots op ons. Ja, echt mooi. En hun zagen er steeds afgepeiger uit. Wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, ik vind Marianne echt een toffe meid. Ze heeft echt, vooral met dat muurtje bouwen, echt gewoon die spirit. En ze ging er gewoon echt voor, weet je. Dat is gewoon knallen. Zou jij niet leider willen zijn dan? Nee. Nee? Nee. Je deed wel keigoed vandaag. Nee, niet nu. Oh, nee. Ik heb geen ambitie om leider te zijn. Dit moment niet, nee. Ik weet niet of je in een sterke positie zit als je leider bent. Misschien zit je eigenlijk helemaal niet in een sterkere positie. Marianne twijfelt dus of zij het leiderschap van Daryl over wil nemen. Maar hoe zit het met het leiderschap van Ron? Ik vind de manier waarop het nu gaat vind ik heel goed. Ik denk dat Ron het goed doet. Ik vind let's keep the winning team en laten we zo doorgaan. Nou ja, ik moet je maar vertrouwen, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat jij hier niet zit om je eigen hachje te redden en om samen met John de finish te halen. Ik kan het me niet voorstellen, maar je zegt dat het zo is. Mijn hemel, ik vind het gewoon een giant leap of faith. Ik wil mezelf voorstellen als leider, omdat ik vind dat ik fysiek heel veel lever. Ik zou ook anderen weg kunnen stemmen als ik vind dat ze het team ophouden, ook mezelf. Daarom stelde ik mezelf voor als leider. Oké. Okay. Ron zelf? Ik wil graag wel jullie leider nog voorlopig even blijven. Nee, dan hebben we er gewoon 4-1 nu. Ja, want ik... Maar geen vriendjespolitiek. Waarvan akte? Imke zou ik eruit kunnen stemmen omdat ze op dit moment op een soort eilandje zit. Ze is een type dat zich buiten de groep een beetje zet op dit moment. Ron is de leader. Ron is de leader, leader, leader. But we shall see. De tweedeling bij team Ron is duidelijk. Imke en Mimoen zitten beide in de gevarenzone. Maar ze delen nog iets. Wanneer ben je jarig? Nou, dezelfde dag als jij. Wie is het dus? We zijn tegelijkertijd jarig. Ben je ook morgenjarig? Ja, ik had het op Wikipedia opgezocht. Ik wilde gewoon weetjes weten van... Ben je echt morgenjarig? We zijn tegelijkertijd jarig. Had ik een keer een kans om me speciaal te voelen, moet ik mijn specialiteit delen. Als er op onze verjaardag een eliminatieronde is, dan zullen ze toch niet een jarige Job of een jarige Jet eruit halen? Ron! De macht om iemand naar huis te sturen, die ligt dus nog steeds bij Ron. En hij heeft een vraag over de geheimzinnige teksten op de finalekaarten. Ja, dit is de voorkant. Nou, gaat het even om deze kant. Wacht eens. Volgens mij weet ik waar dit is. Dit is natuurlijk het grote plein, waar de paleis in zit. Het moet wel. Een tekst hier, dit. Mimo, jij kan jij het lezen? Jazeker. Hier staat... Arba'atukum bait lillah. Oh, salata. En hier staat bij Majul. Maar wat betekent dat? Wat betekent het dan? Het betekent dat we nog heel veel dingen moeten sparen. Sharp, sharp is een knife. Ga je het niet vertellen? Nog niet. Ik ga het je wel vertellen, maar nog niet. Het is een soort van bluffpoker. Want Mimoen is een hele kwetsbare jongen. Als ik hem morgen onder druk zet, dan vertaalt hij precies wat er staat. En ik heb hem ook gezegd, Mimoen, ik heb je heel hard nodig vanwege je taal. Als jij me de taal niet geeft, dan heb ik je ook niet meer nodig. Oké, okay. Maar je weet, als wij niks aan iemand hebben, dan stemmen we hem eruit. Vice versa ook. Misschien mag ik de volgende ronde wel iemand eruit stellen. Oké, okay. Dan zal het voorlopig even hier maar blijven. Een beetje lopen dreigen met dat hij me eruit gaat stemmen als ik het niet vertaal. Het is zeker handig om niet te vertalen. Want het spelletje dat zij spelen, ken ik ook.
Zij hebben een deal gesloten. Ik sluit een deal met mezelf af. Laat ze het maar lekker zelf gaan oplossen. De strategische beslissing van Mimoen om nog niet te vertalen lijkt te werken. Want de anderen willen per se weten wat er op die finale kaarten staat. Luister, aankomende leider, wie dat dan ook is voor een drieën, zal bij Moen onder druk moeten zetten dat Mimoen, als wij niet te horen krijgen wat er op die briefjes staat, hebben we niks aan je en weer de volgende ronde uit. Ja, maar we moeten het als team weten en niet als individu. Ja. Ik vraag me alleen af hoe lang Mimoen het voor ze kan houden. Dat gaat hij sowieso delen volgens mij met ons. Alhoewel. Ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat die dame gewoon het eerste weg is. Mimoen die praat wel tegen ons. Als Mimoen straks weg is en zij weet alles, gaat zij dat nooit meer aan ons vertellen. Imke moet naar huis. Na de race. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En als er dan een moment komt dat de leiding gewisseld kan worden, dan moet ik die leiding pakken. En dan heb ik Mimoen sowieso wel aan mijn zijde, want die luistert wel naar me. En dan kan ik de macht naar me toe trekken. Bij het andere team is Daryl nu nog karavaanleider. Maar de vrouwen zijn erachter gekomen dat het eigenlijk ook prima zonder hem gaat. Waar is Daryl? Hey Daryl! Kom dan! Ben je aan het chillen? I don't need a man. Nou ja, ik ben gewoon ergens diep van binnen gewoon echt gewoon een fucking feminist. Dus ik zou wel met de meiden door willen gaan om gewoon te bewijzen dat wij meiden ook gewoon fysiek en mentaal sterk zijn en dat we kunnen winnen. Misschien willen we Del wel uitgooien. You never know. Back. Jullie zijn snel, man. Mm-hmm. Ik had jullie graag geholpen. Oh. Yes. Kijk, laat me die haring eruit trekken. Welke haring? Is die ook al eruit? Tjonge, jongen. Ik ben trots op jullie, zou man. Gedaan, hoor. Ja? Ik ben niet bang dat de meiden een coup gaan plegen en dat ze mij van de troon afstoten. Ik kan me ook heel erg vergissen, maar ik denk wel dat ik ze heel erg onder controle heb. Ja. Dat zal hard nodig zijn, want het is tijd voor de volgende etappe in de reis naar Marrakesh. En die gaat vanuit het modderdorpje bij Tisqui naar de voet van het Atlasgebergte. Het team dat deze afstand het snelste aflegt, zal de zesde finale kaart in het spel bemachtigen. En er staat nu 3 kaarten voor Team Daryl en 2 kaarten voor Team Ron. Gaan we even lekker zitten? Heerlijk. Even uitpuffen. Ja. Wat een verrassing, paarden. Ja, hè? Mimoen? Ja. Dit zijn nou echte woeste berberhengsten. Iris, jij was vast een paardenmeisje, of niet? Nou, ik was wel een paardenmeisje, maar ik was dan meer het meisje. Ik gaf de suikerklontjes en de wortels, dat soort zaken. Oké, en dat ga je vandaag ook weer doen? Nou, als dat de opdracht is, als dat de race is, dan teken ik daar wel voor, ja. Jullie hebben gisteren gewonnen, ja. Dus jullie krijgen extra informatie. Deze map is van jullie. Toppie. Deze map is voor jullie. Laten we hem nog heel even dicht. Yeah. Leuk. Eigenlijk zijn we al vlakbij Marrakesh. Hemelsbreed maar zo'n 100 kilometer. Alleen zit dat enorme Atlasgebergte er nog even tussen. En daar moeten jullie nog eventjes overheen. Ja. Ja? Jullie kunnen de bagage hier laten. Na de tweede zijweg vinden jullie vanzelf de bagage weer terug. En vanaf daar moeten jullie ook weer gaan lopen. Per paard gaan de teams dus van hier naar de voet van het Atlasgebergte. En op die route zijn 2 zijwegen met strategische beloningen te vinden. Maar wat die beloningen zijn, dat krijgt alleen Team Daryl te weten. Omdat zij de opdracht met het bouwen van de muur hebben gewonnen. Ik ben niet bang. Nee, ik ben niet bang. Ja, ik ben helemaal niet van de paarden, zeg. Ik zie daar van die gigantische flatgebouwen staan en denk, oh, dan moet ik daarop. Ach, wat een hel. En daarom mag iedereen, voor ze van start gaan, eerst even oefenen met de paarden. Kut! Help! Nee, shit! Lust! 1 seconde op een paard. Imke en dieren, dat gaat niet samen, hè. Ik heb er een keer zien beet door een hele grote slang. En nu staat ze op een heel, heel venijnig paard. Kut! Nee. Het paard neemt de sfeer van de berijder aan. Als jij eigenlijk heel veel woede in je hebt, wordt het paard ook woedend. Ron, respect, man. Had ik niet verwacht. Waar moet het kwartje in?
Het is duidelijk. Team Ron is klaar voor vertrek. En hun tijd gaat nu in. Ze weten niet wat er op de zijwegen te vinden is. Dus dat moeten ze onderweg gaan beslissen. Mooi boy is er. Hey, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hallo. Ik heb echt niks met paarden. Ik kom er nooit in de buurt. Ik zie nooit paarden. Ik ken zelfs geen eens meisjes die paard rijden. Dus ze is echt ver van mijn bed, joh. Ik vind dit eng, man. Oh, nee. Ik vind het doodeng. God. Ja, Daryl is echt heel erg bang. En Mariam is ook heel erg bang. En ik denk eerst van, dat lukt me wel. Want ik heb ook op dat kameel lopen hobbelen. Dus ik kan ook wel op een paard. Oh, ik loop liever op een kameel. Ineens hoor ik achter me een paard galopperen en Iris schreeuwen. En ze komt voorbij, gewoon echt vol galop op dat paard. En ik denk eerst van, dit gaat nog oké. Maar daarna, op een gegeven moment gaat hij nog harder rennen. Want ik denk, ik moet een beetje naar voren, want dan stopt hij misschien. Dat is dus dom. Want zo'n beest stopt niet als je naar voren leunt. En toen ging het echt mis. Ja, ik wil er ook af, man. Ik zie het recht voor mijn ogen gebeuren. En ja, ik denk echt wel van, shit, dit is niet goed. Je ziet haar niet meer bewegen, dus ja. Ja, ik op dat moment, ja, ik dacht gewoon klaar, afgelopen. Ik heb EHBO-klassen gedaan. Even rustig. Adem heel diep in, adem uit. Oh, Iris. Hoe krijg je het voor elkaar? Echt ongelooflijk. Dat paard is hartstikke lief. En dan denk ik gelijk, daar gaat de winst weer op een kaartje. Gaat het, Iris? Mijn handen zijn nog laag. Mijn grootste angst is altijd dat er iets gebeurt met mijn handen of met mijn mond, zodat ik niet meer mijn vak kan uitoefenen wat ik het allerliefste doe. En toen ik daar lag, ik was daar wel heel erg bang voor en daardoor raakte ik ook heel erg in paniek. Dat beest, jongen, dat gaat gewoon in één keer rennen. En ik stop hem, ik ga naar voren hangen, dan hij gaat nog harder rennen. Ja, als je naar voren hangt, gaat hij harder rennen. Hij moest toch stoppen als hij naar voren ging? Nee. Ze huilt. Ze is duidelijk wel bij bewustzijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar wel, we zijn allemaal echt heel erg geschrokken natuurlijk. Nee, wat er met Iris gebeurd is puur omdat ze niet relaxed was. Ze was al aan het huilen op het paard. Zo, ze zat zo. Ze leunde naar voren toen hij ging rennen. Het is puur haar eigen schuld dat ze eraf viel. Dus het betekent niet dat die paarden kut zijn. Het ligt niet aan de paarden. Echt niet. Dus gaat Team Daryl toch van start. Zonder Iris. Iris, gaat het, schat? Nee, maar sowieso. Ja, we gaan de race. Ga winnen, ga winnen alsjeblieft. Win alsjeblieft. Ja, we gaan ons best doen. Ze hebben wel de extra informatie gekregen over wat er op de zijwegen te vinden is. Op de eerste zijweg kan immuniteit gewonnen worden, maar daar moeten ze wel eerst een spel voor spelen. Op de tweede zijweg kan een voorsprong in de volgende etappe gehaald worden. Team Ron heeft geen idee van de val van Iris. Zij genieten van de paarden en dat ze eindelijk een keer zonder rugzakken kunnen racen. Ja, dit is een nek-aan-nek race. En het is inderdaad Kraaikamp met de witte. Met de witte en dames en heren, het paard van Sinterklaas. Ik zag Johnny echt genieten op zijn paard. En dan gaat hij weer winnen. En ze zijn al aangekomen bij de eerste zijweg, waarbij een strategische beloning wacht. Maar ze hebben geen idee wat het is. Jongens, volgens mij is dit het eerste paadje. Hier doorheen. Die nemen we niet, toch? Nee, we nemen het tweede pad. We hebben dus afgesproken, we nemen de eerste afslagpunt niet. We gaan puur voor de tweede, want we wilden kosten wat het kost 3-3 maken. Het is heel dichtbij. Ja, we nemen... Doen of negeren. Doorgaan? Doorgaan. Ik zeg, jongens, zullen we hem toch niet nemen? Ze zeggen, ja, nee. Ik zeg, weet je wat, ik stap wel af, jullie hoeven niet mee te gaan. De eerste afslag die komt echt best wel snel. Echt een soort van verraderlijk snel. Limon klimt naar boven, want het is zo dichtbij. Dus het is zonde om hem aan je voorbij te laten glippen. We zijn in Marokko 4 koningsleden. Dit zijn koningssteden. Hierboven zitten 5 zakken met haver. Ergens zijn 5 zakken verborgen met erop heilige steden. En 1 is, dat is geen heilige stad, en die wint dan immuniteit. Degene die de zak vindt, heeft immuniteit. Oh. Hoor je dat? Het gaat om immuniteit. Ik denk meteen, daar hebben wij niks aan. Daar hebben wij niks aan. Wegwezen. Maar
Zowel Imke als Mimoen zien hun belang. Maar we kunnen hem ook denken, laat maar lekker liggen. Wat jullie willen? Laat maar lekker liggen, jongens. Laat hem liggen of gaan. We verdoen alleen maar tijd. Ja. Laat nou! Dit kost ons de overwinning. We moeten een kaart pikken. Kom aan, Imke! We moeten door. We moeten de derde kaartje. Dat is veel belangrijker. En ik weet ze te overtuigen op een mij tot nu toe onbekende manier. Ben ik zeer overtuigend als ik mijn stem verhef. Maar dit kost zoveel tijd. Kom op, jongens, we gaan door. Ik dacht natuurlijk gelijk, ja, het moet natuurlijk niet zo zijn dat of Imke of Mimoen straks immuniteit heeft. Want ja, dat moet echt voorkomen worden. Kom op, dit kost allemaal tijd. Ja, natuurlijk willen jullie door. Ja, iedereen zegt, ga maar terug, ga maar terug, ga maar terug. Waarom luister ik daarnaar? Dat zijn de vijanden. Natuurlijk moet ik daar niet naar luisteren. Maar ja, ik... Ah, nou. Kut. Ik denk zo, die is binnen. Dan hebben we het in eigen hand. In ieder geval dat er niemand immuniteit heeft. Het is echt zo dom, want Robert en Ron en John, die roepen dat. En die zitten in het pact. Dus die zijn veilig. Dus de enige mensen die het echt kan schelen, Mimoen en ik, laten gewoon godvergeten immuniteit aan ons voorbij gaan. Dat hadden we gehad. Intussen is team Daryl ook bij de eerste zijweg. Zij weten dat hier immuniteit te krijgen is. Daryl, eerste zijweg. Loop door. Okay. Ik ben de karavaanleider, dus voor mij maakt het in principe niet uit qua veiligheid wat er allemaal gebeurt. Ik heb het toch voor het zeggen. Goed zo. En ze nemen de zijweg dus niet. Bij team Ron hebben ze het paardrijden aardig onder de knie. Het lijkt wel een concours hippiek. Ik probeer een soort van drafachtige bewegingen te maken, maar dat pakt hij niet echt op. Ik heb helemaal niks aan mijn les. Je moet op en neer staan, hè? En dat probeerde ik ook wel. Als ik een soort van drafje had, dan niet erop te stuiteren, zoals Ron deed. Ha, goed. Goed zo. Draf. Ik heb echt 7 kleuren aangeschreven. Want als het gaat, dan moet je je echt vasthouden aan je zadel. Za, za, za. Ha, za. Nou ja. Het ging vrij goed. Robert! Even wachten. Sir. Mijn paard, die had waarschijnlijk een off day. Die ging gewoon niet meer. Het maakte niet uit wat ik deed. Mijn paard weigerde gewoon bij te blijven bij de andere paarden. Sir! Sir! Ra! Ra! Laten we goed kijken naar de tweede afslag, hè, mannen? Ja. Aan het einde van de tweede zijweg mogen ze de paarden laten staan en moeten ze met de rugzakken verder. Ja, kijk waar die stenen liggen. Is dit is de tweede afslag, jongens, of niet? Ja. Mooi. Jezus. Tweede zijweg komt eraan en dat is heerlijk, want dan kun je er van het paard af. En daar lagen ook onze rugtassen. Oh, wat was ik blij zeg. Nog nooit zo blij geweest om een rugtas te pakken en verder te lopen. Maar we moesten eerst die zijweg nemen. Hij loopt niet, voor geen goud. Van alle paarden krijg ik een dressuurpaard. Uiteindelijk bleek dat paard een natuurlijke afkeer van Marokkanen te hebben, want er kwam geen stap vooruit. Maar toch zijn ze er nu allemaal. En hier, aan het einde van deze zijweg, wacht een muzikale verrassing waar tijdwinst mee gepakt kan worden. Maar dat weet Team Ron nog niet. Deze Berber speelt op zijn luid. Geniet van zijn muziek als je in de volgende race een voorsprong wil hebben. Ja. Hoe langer jullie luisteren, hoe groter de voorsprong met de volgende race. Maar dat gaat nu van jullie tijd af. Let op, hij speelt maximaal 20 minuten. Nou. Meteen wegwezen hier, want we willen deze wedstrijd winnen. We willen de 3-2 goed maken. We willen 3-3 ervan maken. Geen enkele. Kom op, merci. Nou, we hebben 30 seconden voorsprong. Bij team Daryl zit de angst voor de paarden er goed in. Niet zo snel gaan. Gabi. Niet zo... Stop, jongens. Mariam is wel heel erg bang daarna natuurlijk. Het gaat wel goed en we lopen een stap verder. Maar elke keer als Gabi en ik proberen in draf een beetje harder te gaan, raakt Mariam helemaal in paniek. Jongens, niet snel gaan! Team Ron is bijna bij de finish. En het team dat de route het snelst aflegt, dat wint. Dus even een klein sprintje. Winnen is winnen, jongens, op tijd. Robert die zegt, jongens, laten we er een tempootje opgooien. Maar ik had gewoon geen kracht. Ik had gewoon geen kracht meer om een tempo erin te gooien. Gelukkig
heb ik het niet gezegd, maar zeiden Johnny en Ron, jongens, laten we onszelf nou niet meer gaan vermoeien, want we hebben zeker een voorsprong op het andere team. En dat andere team, dat is nu ook bij de tweede zijweg aangekomen, waar ze dus die tijdwinst kunnen pakken. Oké, is dit de tweede zijweg? Ja, hier, denk ik. Wat daar bij die man? Bij aankomst van zijweg 2 horen we in de verte al zo'n mannetje spelen, lekker muziekje maken. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Deze Berber speelt op zijn luid. Geniet van zijn muziek als je in de volgende race een voorsprong wil hebben. Eigenlijk weten we allemaal al gewoon dat we verloren hebben. Omdat we zo langzaam gingen op die paarden. En dus blijven we gewoon de volle 20 minuten die we kunnen blijven staan daar naar zijn gespeel luisteren. We hebben 20 minuten gedanst. Dus dat betekent 20 minuten voorsprong voor de volgende race. Ja. Lekker dansen, lekker chansen, gezelligheid. En daarmee laten ze de winst voor deze etappe schieten. In ruil voor een groot voordeel voor de volgende etappe. Maar Team Ron heeft geen idee wat er bij het andere team is gebeurd. Dus een stapje erbij. Komt u maar. En de tijd is gestopt. We komen aan en mijn gevoel zei al direct. Het is binnen. Dit is binnen. Ik wist, het staat 3-3. Zo, jongens. Maar wat geweldig zeg, op een paar door die bergen. Ik had het anders nooit gedaan, hoor. Hé, die zijwegen. Ja, we hebben de eerste genomen, maar uiteindelijk laten liggen omdat dat anders te veel tijd zou kosten. Jullie hebben niet gekozen voor immuniteit. Nee, we zijn... Ik kan mezelf al voor mijn kop slaan. Ik was zo dichtbij. De een of andere debiel zegt, niets doen! Waarom luister ik? Ik bedoel, ik zie mezelf in tweeën splijten. En het één helft zit voor de televisie. En ik denk, jezus, wat een domme doos. Waarom luisteren ze naar die eikels? Jij denkt niet aan het teambelang. Jij denkt aan jezelf. En ja hoor, uitgedanst en wel komt ook team Daryl aan bij de finish. Zonder hoop op de winst van deze race. Waar is Iris? Van een klif gevallen. Nee, serieus? Ja. En wat dan? My goodness, wat een trip. Ja. Waar is Iris dan? Iris is van een paard gevallen, man. In het begin al gewoon. Serieus? Ja, maar pas die eerste soort afstijgertje naar beneden al ging. Het paard begon te rennen als een gek, zijn leunt naar voren en shit. Maar heeft ze iets ergs? Ja, nou weten ja. Wij ook niet, man. Daar komt Iris aan. Ook in het leven. Hey, daar komt Iris aan. Daar komt Iris aan, jongens. Ja, dan gaan we hier maar niet vast. Ja, schaafhond. Ja. Een monster. Mogen we een knuffel van je, meid? Geef ze maar even een knuffel. Maakt niet uit, gaat het? Nu wel. Ja, dat overkomt mij weer, hè. Dat... Oh, ik zie het, man. Shit. Ja. Klein beetje bloed, man, in de... Ik had heel veel pijn, maar ik heb nu pijnstillen gehad, dus ik heb nu niet zo heel veel pijn meer. Godzijdank is alles goed met haar en ik ben heel blij dat zij oké is. Ik heb de tijden. Duidelijk zijn, jullie hebben heel veel pech gehad. Veel moeten lopen. Wel 20 minuten extra tijd voor de volgende race verdiend. Dat dan wel weer. Jullie hebben hem eigenlijk soepeltjes gedaan, snel. Team Ron deed over de etappe 3 uur en 25 minuten. Team Daryl deed daar met alle vertragingen en het dansen 3 uur en 58 minuten over. Dus bij deze, een finale kaart. Lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Toch weer lekker een kaartje erbij. Want ondanks alles, die 3-3, daar hadden we het wel voor gedaan. Gefeliciteerd. 3-3, jongens. Het is gelijk. Ja, de score is nu 3-3. Daar wouden we niet voor gaan, maar helaas is het gebeurd zoals het is gebeurd. Het is heel lekker dat we 3-3 staan. En toch ook voor mij, omdat ik met het eerste team die 3-0 maak. En dat ik nu in het tweede team zit en ik maak 3-3. Dus ik ben ook wel trots op mezelf dat ik gewoon eigenlijk nog niks... Ik heb 1 keer een race verloren en voor de rest alles gewonnen. Jullie slapen in een hele mooie locatie in een berghut. Zorg extra goed voor Iris, geef ze wat extra liefde. En dan zie ik jullie morgen vroeg. Ik wil alleen morgen wel weten welke 2 mensen, dus van elk team 1, jullie naar huis gaan sturen. En wie dat ook gaat doen. Met andere woorden, blijven de karavaanleiders jullie karavaanleiders. Ja? Yes. All right. Tot rusten. Ja, tot rusten. De derde kaart is binnen. De strijd is nu weer gelijk. En
Het zal erom gaan spannen. Maar met deze gelijke stand is de strijd nog niet gestreden. Want er moet nog iemand naar huis. Mimoen en Imke van Team Ron moeten een plan bedenken om de eliminatie te overleven. En de enige die ze daarbij kan helpen is Robert. En ik heb te zeggen dat ik echt heel erg veel spijt heb. Dat ik toch niet ben gaan zoeken naar die immuniteit. Ja, maar zij wilden dat niet. Ja, maar kom op. Omdat ze weten dat zij veilig zijn, ja. Ja. Voor de reis komt Robert naar me toe. En hij zegt, Mim, met Ron als leider komen we niet ver. Laten we een plannetje bedenken om van leider te verwisselen. Een soort van coup plegen. Oké, we kunnen twee dingen doen. Of we laten alles zoals het is. Nee. Klopt. Of we zorgen ervoor dat wij samen 3-2 zijn. En dan voordat er geëlimineerd wordt, kiezen we een nieuwe leider. En die zorgt voor de eliminatie. Oké. Nou ja, volgens mij zijn het allemaal over eens dat Ron en John uit elkaar gehaald moeten worden. En dat het dan gewoon een eerlijke strijd is. Dan kan ieder voor zichzelf gaan. Alleen hebben we een nieuwe teamcaptain nodig. Ja, er boeit iets. Ik begin aan een spelletje wat ik zelf heb verzonnen. Omdat ik toch niet helemaal zeker ben over Ron en John. Kijk, als ik me tegen ze keer, dan wil ik wel teamcaptain zijn. Omdat ik anders gewoon bang ben dat ik de eerste ben die eruit vliegt. Je ziet het als een deal. Dat jij een soort van je relatief veilige plek binnen de drie musketiers opgeeft tegenover teamleiderschap of zo. Ja. Jeetje. Mijn eerste doel is gewoon sowieso Ron onschadelijk maken. Dus Ron moet als eerste weg. En dat de prijs daarvoor Robert is, ik vind het heel erg schuin, maar het moet. Maar kijk, als jullie mijn teamcaptain maken en jullie zeggen met z'n allen Ron moet naar huis, dan stuur ik Ron naar huis. Ik denk van nou, als ik Mimoen en Imke mee heb, dan is het 3-2. En ben ik de leider en heb ik de touwtjes in handen. Vind je dat goed, Imke? Ik na jullie niet. Of ik wil gewoon in tot Marrakesh komen en ik heb het gevoel dat... Weet je zeker dat ik Marrakesh niet haal met Ron als teamleader? Nee, want wat het nu het plan is, is om jou naar huis te sturen en dan hem. Ja, ik had al zo'n donkerbruine moeder. De tijd is rijp voor een coup. Ja, en ik weet ook zeker dat die coup er gaat komen. Want ik heb ze gewoon in mijn zak. Denk er maar over na. Ja? Is cool. Het moment van de waarheid. Beide karavaanleiders moeten iemand uit hun team zetten. Allereerst houden de leiders hun positie vast. En wie sturen ze vervolgens naar huis? Wie mag er niet door naar Marrakesh? Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst Iris, hoe ga jij? Ik voel me een oud vrouwtje van 80. Ik heb overal heel erg spierpijn, maar gelukkig valt me... Mijn wond op mijn achterhoofd doet niet zozeer. Dus ik blijf positief, alleen ik heb overal pijn. Dus, ja. Team Daryl. Yes. Zijn jullie nog steeds Team Daryl? Ja. Ja? Ja? Mijn vrouwtjes, mijn meisjes, die besluiten om mij nog als leider te houden. En voel ik me best wel vereerd door ook, ja. En ze vertrouwen me gewoon en ik laat alles gewoon eerlijk verlopen. Team Ron. Blijft Ron jullie leider? Nee. Nee? Jawel, team. Oh, jullie zijn nog niet uit? We zijn er hartstikke uit. Maar ja. We hebben er nog niet echt over gehad, maar... We hadden al afgesproken dat ik zou zeggen van... Laten we het opnieuw gaan vragen. Wie zou het willen dat ik de nieuwe leider word? Imke? Iemand dat Imke de nieuwe leider wordt? Oh! Johnny? Iemand nieuwe Johnny-leider? Nee. Robert? Imke en Mimoom die denken dat ik Ron en John wegstem. Oh ja, ik wil wel leider zijn. Maar ja. Imke blij, ik blij, Robert blij. Maar dat ga ik helemaal niet doen. Het zal toch niet waar zijn dat ze me eruit willen hebben. Het is een complot. En het is achter onze rug gebeurd. Ron en ik wisten van niets. Nou, dan is Robert de leider nu. Robert? Dan doe ik het. Ja? Oké, win er even aan een paar minuutjes. Daryl. Ja? Aan jou het woord.
We hebben gestemd en het is een dame die echt gebikkeld heeft en die heel zwaar gehad heeft. En ik ben heel trots op haar sowieso. En degene die wij naar huis gaan sturen, dat is Iris. Helemaal goed. Ik denk ook wel dat zij ermee, dat je er wel een beetje oké mee bent. Ik ben helemaal oké mee hoor. Ik heb zoveel mooie dingen gezien en gedaan hier en ik heb er echt met volle teugen van genoten. En ik kan er met heel mijn hart heel blij op terugkijken. Robert. Ja? Je mag gelijk aan de slag. Ik mag gelijk aan de slag. Ja. En dan denk je, het is gebeurd. Het is klaar. Hier eindigt het. Nee, zoals je ziet is dit team eigenlijk valt nu zo uit elkaar. Omdat het gewoon, het is een grote verdeeldheid. Er zijn mensen die samen klitten en doen. We zijn nog steeds niet één team eigenlijk. Nou, dat blijkt nu niet. Nee. En, in de nominaties, in de opdrachten wel. In de opdrachten wel, dan fungeren we wel goed als team en we winnen. We hebben de race gewonnen, dus dat gaat goed. Maar er moeten mensen naar huis. En als ik dan uit het belang van het team denk, merk ik toch ook wel dat het heel erg individueel is. Ik ben wel aan het zweten, want ik weet nog steeds niet of ik Robert moet vertrouwen of niet. Ik heb eigenlijk maar één iemand gehoord die voor het team zich strijdbaar bent en dat is Mimoen. Die zegt van ik ga overal 100% voor. Dus die ga ik niet naar huis sturen. En dan... Maar kijk, er blijft gewoon... Kijk, iedereen weet in dit team dat Ron en Johnny goede vrienden zijn van elkaar. Mm-hmm. En het goed samen kunnen vinden en voor elkaar vechten. Ja, daar zit natuurlijk wel een bepaald risico aan. En... op dit moment werkt dat nog goed. En de enige die dan overblijft is Imke. Dus ik stuur Imke naar huis. Wat? Ik voel me heel erg genaaid. Ja. Jezus, wat zijn jullie eikels. Ja, ik word nu gewoon uitgelachen. Ik word uitgelachen en ik word naar huis gestuurd. Een messensteek in de rug. Ja, ook ik voel me genaaid. Nee, ik vind het echt. Maar met wie had je dan een pact gesloten? Ja, met Robert. En ik weet dat Robert, ik weet dat jij een hekel aan mij had. Ik bedoel, dat weet ik. Ik weet dat je een domme realityster vond. Ja, en Robert zet Imke nu een gigantische hak. Maak het nou niet erg voor jezelf. Je kan gewoon daar staan en naar huis gaan. En hun reacties erop, ja, is een beetje kinderachtig, maar het is en het blijft een spel. Ik baal zo. Ik heb echt gewoon uren lopen broeden op een fucking list. Om jullie te naaien en het is me gewoon niet gelukt. Dus nee, ik wilde jullie gewoon keihard naaien. Ik wilde jullie gisteren al naaien. En ik heb het niet gedaan. En ik heb er zo'n spijt van. Jullie zijn gewoon losers en eikels. Zo begon je ook, hè, toen je binnenkwam. Ja, en zo eindigt het ook weer. De cirkel is rond. Wees gewoon fucking aardiger. Ik vind het gewoon echt, ik vind het geen streken. Je mag me wel wegstemmen, maar maak er dan geen pestpartij van, weet je? Ik bedoel, Johnny is fucking bijna 60 en hij gedraagt zich als een tiener. Ach, schat, je hebt zo goed gedaan. Ja, maar niet goed genoeg dus kennelijk. Imke is een slimme meid en ze was tactisch heel goed bezig. En toch is ze voor de vieze streek van Robert gevallen. Uitgelachen. Ik lach je niet uit. Ik vind je zo fucking eikel. Ach ja, lieverd, je hebt... Ah, tuurlijk. Ja, mag. Ik heb gewoon het spel goed gespeeld en daarom lach ik. Klaarblijkelijk. Imke heeft in het spel de verkeerde man vertrouwd. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage aan dit avontuur. Dank jullie wel. En met het vertrek van Imke en Iris zijn er nog 8 kandidaten over in de race naar Marrakesh. En volgende week in Atlas kan de nieuwe karavaanleider Robert zijn macht vasthouden. Dus je wil dat we een coup gaan plegen? Ik doe het op de voorwaarde dat jullie dan mij tot leider benoemen. Speelt Gabi dubbelspel om Laura eruit te werken? Ik wil best leider worden.
Klinkt het lauw aan. Het sterkste is nu ons team. En nemen de teams de grootste hindernis tot nu toe. Het is echt verreweg de grootste overwinning op mezelf. Ja, het is heel zwaar. Maar goed, ik ongelooflijk ben. En wacht de karavaanleiders weer een zware beslissing. Daarom heb ik besloten dat ik naar huis ga sturen.